Joachim Mol, middenvelder van Vitesse, trainingskamp in Belek. Jij speelt zo meteen je tweede wedstrijd. Kun je iets vertellen over je eerste wedstrijd, je tweede wedstrijd en hoe ver je nu bent? De eerste wedstrijd was tegen Amerikaans. 90 minuten gespeeld. Geen pijn meer? Geen pijn, geen reactie. En nu speel ik alleen 90 minuten met onderlinge partijen. Met, hij doet kracht van Amerika. Voor mij goed, ja, om wedstrijd. Als je terug bent in Nederland, sluit je dan weer, verwacht je snel je rentree te maken? De bedoeling is wel dat ik snel mogelijk weer ga voetballen, ja. En, bij Vitesse, ik denk dat mijn toekomst niet bij Vitesse ligt, maar je weet het nooit. Je moet me niet afschrijven. Zou je willen verhuurd worden of is dat geen optie voor jou? Dat weet ik niet allemaal. Daar hou ik me nu nog niet echt mee bezig. Voor mij is het nu belangrijk om de mensen te laten zien dat ik geen pijn meer heb en dat ik kan voetballen. Dankjewel.